Even hier de jump maken. Oh no! Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar een goed nieuwe video. En zoals je nu kan zien, zit ik hier op een Skyblock eiland. En we spelen het iets op de Kickercraft server. Ik zocht een server waar ze Skyblock hebben, die ook Nederlands is. En dan kwam ik zo bij deze server uit. Oké, we hebben nu de challenge behaald blijkbaar. Maar het leuke hier is als je hackt, dat je niet altijd koppel is, maar krijgt ook andere spullen, zoals eieren. Nu ik dit opneem is het 1 april. Ik vraag me af of jullie op deze dag veel 1 april grappen zijn tegengekomen. Dit ga ik ook al even planten hier zo. Daar kan ik ook naar een ander eilandje gaan. Ik ben heel benieuwd wat hier in de kist zit. Oké. Dit kan ik wel gebruiken. Ja, hier heb ik ook een infinite water source. En ik denk dat ik sugarcane misschien beter hier op dit eiland ga farmen. Oké, weer wat hakken. Oeps, ik sta in brand. Wacht, als ik dit doe. Misschien, ik weet niet of dat helpt of niet, maar hopelijk wel. Het is trouwens vandaag ook maandag. Maar het is vandaag ook een feestdag, dus de eerste Paasen maandag of zo. Ja, elke keer als er op maandag een feestdag is, voelt je maandag aan als een zondag. Hey, we hebben ook bamboe. Kan ik hier planten. Hier moet ik ook al de seeds gaan planten. En waar is de vraag? Okay, hier aan het water misschien. Ja, hier zo misschien de melons. Oké, de boom is gegroeid. Ik denk dat het tijd is voor een iron pickaxe, want we komen hier steeds goud tegen. De gewassen beginnen al een beetje te groeien, maar het gaat nog lang duren voor het volledig gegroeid is. En ik was in de tussentijd ook even wat stone hier aan het maken, zodat ik stone bricks kan maken. Misschien is het ook wel handig om een stone cutter nu al te maken. Even mijnen tot de pickaxe kapot is. Zou hier ook chest ergens verborgen zitten? Ik denk het wel, maar ik ben niet zeker. Dan maken we hier gewoon een platform. Oh, daar viel ik bijna. Oké, ik kan weer verder mijnen. Dus ik moet beter van die slabs maken. Zo. Zo, en dan kan ik hier een laagje van deze bricks plaatsen. We hebben ook niet brood, zou we kunnen eten. Was ik helemaal vergeten. Wat fijn dat we dat krijgen. Ik denk dat het eerste dat we ook best kunnen maken is zo'n mob farm. En daarvoor hebben we echt veel meer steen nodig. We zouden misschien die mob farm die we later gaan maken ook misschien van hout maken. Maar ik denk dat ik het toch liever van steen heb. Even zien hoe breed het eiland is. Dit stukje eiland zou in het midden moeten zijn. Oké, hier raken we de wereldbodem aan. Ik kan hier ook best beter een trap maken. Dat is iets voor later. Oké, en dan weer wat resources verzamelen nu. Het wordt weer nacht. En dan tijdens de nacht gewoon mijnen. En dan, ik ben benieuwd of we daar wel mobs gaan spawnen of niet. Want misschien, ik weet niet hoe het werkt, want op sommige servers spawnen er enkel mobs via mobspawners. En ik weet niet of dat ook op deze server is of niet. Oké, weer een stuk verder gemijnd. Tijd om iron te smelten. Kijk, het is al gegroeid, dat is fijn om te zien. Ik heb geen mobs gespawnd. En dan heb ik het platform hier even beneden nog iets gaan uitbreiden. Met één blok. Ik was hier even met zijn skin even aan het testen. En ik kan de skins aanpassen. Maar dan doet hij nu een beetje raar. Wel een beetje vervelend. Dus hier moet ik even 9 blokjes vandaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan wordt hier dus het midden van de mob farm. Ik ga dit padje ook even uitbreiden. Zo. Dan vallen hier dus de mobs. Bedoeling dat we dit hier denk 23 of 24 blokjes hoog gaan. Op laag 57. Dus we moeten even uitrekenen. Ik denk niet dat we genoeg koppel hebben om dit nu al af te werken, maar we kunnen toch al het begin maken. Nu nog de laatste stukjes, we zijn nu op niveau 80. En dan is de bedoeling dat we nu even 8 blokjes uitbreiden langs elke kant. Dus 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Oh, dat is onhandig. We komen net bij die poorter. Moet ik dit hele ding afbreken en één blokje naar die kant toch opschuiven? Ja, ik denk dat we dat maar moeten doen. Het is wel een beetje onhandig dat ze al net niet uitkwam. Gelukkig hebben we nog genoeg eieren voor meerdere piketjes te maken. Even zien, als ik hier iron blocks van maak. En als ik die ergens plaats bijvoorbeeld. Even zien. Zo krijgen we meer hoger eiland level. Nu 28 punten. Oké, even hier de jump maken. Oh no! Oh, mijn spullen liggen daar nog gelukkig. Oké, ik denk dat we s'nachts beter niet doen en dan gewoon, ja, je weet wel, hacken. Want die pentums zijn te gevaarlijk. Hier vertel ik hier de ladders. En hier ook 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, dit zijn de padjes waar water loopt. Dus de bedoeling dat we hier platformen maken. En mobs vallen dan in het water bij deze gangen. En dan vallen ze naar beneden. En dan kan ik ze killen. Ja, het ziet er niet heel mooi uit, maar... Voor nu moet het gewoon even in het begin even praktisch zijn. We hebben toch niet veel resources. En dan later, als we het niet meer nodig hebben, haal ik deze mob van misschien zelfs weg. Oké, dit was al het koppel dat we hadden, dat we nu gebruikt hebben. Dus dat betekent dat ik nog meer koppel moet verzamelen. Maar dan ga ik even offscreen doen. Ik denk dat dit ook een goed moment is om de aflevering hier af te sluiten. Er is net nog een boom gegroeid. En laat even weten in de reacties of jullie nog ideetjes hebben voor dit eiland. En dan, ja, bedankt voor het kijken. Doei doei.